gefiets in de bar. In eenheid voor wat? Vrede, veiligheid en vooruit. Is ons kracht. VHB Cochuno. VHB Cochuno. Zeer geachte kijkers en luisteraars. Welkom bij deze aflevering van het verkiezingsprogramma van de VHP. De VHP heeft haar verkiezingscampagne voortgezet in het district Wanica. En één van de DNA-kandidaten van het district Wanica, mevrouw Malti Hashim Sarju. Wat gaat de VHP nu doen, 2010-2015? De VHP gaat zich inzetten voor welvaart. We willen het allemaal ook een keertje in onze zak en in onze portemonnee voelen. Daarvoor gaat de VHP. Wat gaat de VHP doen? Maar naast dit willen we ook allemaal een goede gezondheidszorg. Als je dat allemaal wil bereiken, moet je een goede gezondheidszorg hebben. De VHP heeft daarin een bijdrage geleverd. Dat we gemerkt hebben dat in de weekenden u allemaal toegang hebt tot de polies. Waar het vroeger was dat u helemaal naar de stad moest. Staatsziekenfonds was alleen maar. Nu heeft u ook op alle RGD-polyklinieken in een tourbeurt dat zij de toegang hebben voor u, dat u daar zo kunt gaan. Een tweede, we hebben ervoor gezorgd dat er voldoende medicamenten zijn. Pahle, doei hap tak hatir khalirap. Doei. Nu kunt u voor meer dan 1 maand kunt u krijgen. Ja? Daarvoor gaan wij zorg dragen. In de middaguren zijn de polyklinieken, voor meer dan 2 dagen zijn ze geopend, zodat u toegang hebt tot de polyklinieken. Daarvoor heeft de VHP een bijdrage geleverd. Voor. En de VHP gaat ervoor dat wij zorg dragen dat in elk district 1 à 2 polyklinieken eenmaal 24 uur open zal zijn. En dat u de beschikking hebt over een vroedvrouw, een EHBO en een ambulance. Daarvoor gaat de VHP. Dus Racic. Ik weet niet of u bekend bent, maar onze doodsoorzaken zijn hart- en vaatziekten. Nummer 1. En als je een goede samenleving wil hebben, moet je ook een goede gezondheid hebben. En ik wil daarvoor gaan werken voor de VHP. De VHP wil daarin een bijdrage leveren dat hij gezond gaat leven. VHP Cochuno, oh, VHP Cochuno.